Hallo allemaal, ik ben Rebecca en welkom op mijn kanaal Creatief met Rebecca. Sinterklaas kwam laatst bij me langs en hij zei: hey Rebecca, jij verstuurt toch altijd creatieve post? En ik zei: ja Sinterklaas, dat doe ik, dat klopt. En hij zei: zou jij voor mij, voor iemand, een heel speciaal Sinterklaas post willen versturen? En ik zei: natuurlijk Sinterklaas, dat wil ik. Dus wat gaf Sinterklaas mij? Sinterklaas die gaf mij 2 knutselpakketjes om creatieve post mee te maken. En daarom gaan we vandaag de speciale Sinterklaas sneeuwmeel maken. En hiervoor gebruik ik natuurlijk de pakketjes die ik van Sinterklaas gekregen heb. Ik heb mijn kaartblokken van de Action hebben klaar liggen. En ik ga in het Flow voor Paper Lovers deel 2 ga ik ook leuke kaartjes en tekst halen. Ik ga mijn camera draaien en dan gaan we aan de slag met onze Sinterklaaspost. Ik pak mijn kaartblok van de Action erbij en ik ga mijn basisspelletjes pakken. Ik kies voor goudkleurige basis. Daarna pak ik de flow en ik verzamel de tekst en wat leuke envelopjes om te vouwen. En ik kijk even wat er meer papiertjes kan ik nog wel gebruiken. Een leuke slinger met beren, die doe ik erbij. En dan ga ik beginnen met de pakketjes te openen. En hierin zitten allemaal verschillende knutseltjes. Ik ga beginnen met de basis, dus ik ga beginnen met het versieren van het pietje en de zak. Deze spulletjes zijn te koop bij de favoriete winkel van de Sint. Misschien herken je ze wel, maar daar kun je ze halen. In het eerste pakketje zitten 3 speelpoppetjes die de kinderen zelf kunnen kleuren. En inderdaad knutseltjes, zoals inderdaad een zak van Sinterklaas en een pietje. Deze ga ik nu maken. En die ga ik straks gebruiken om op onze post te plakken. En over een week is het natuurlijk alweer zover. Dan is het Sinterklaasavond. En ik ben erg benieuwd wat Sinterklaas dit jaar voor mij gehaald heeft. Ook mijn dochter vindt het ontzettend spannend. En ze is al benieuwd wat ze allemaal krijgt van haar verlanglijstje. En natuurlijk komt Sinterklaas ook nog op school. Kijk, het pietje is klaar. De zak is klaar. Dan gaan we het grote pakket openmaken. Er zitten raamdingen bij. Wat kraskaarten, kleurtjes. En die doe ik erbij als extra. Die kleine cadeautjes die aan de linkerkant zie liggen. Dan ga ik de envelopjes van de flow knippen. En daarin gaan natuurlijk zometeen onze kleine spulletjes. En deze komen uit het roze boek van de Flow. Ik pak doorzichtig plakband. En daarmee plak ik de randen vast. De andere envelop vouw ik eventjes. Deze is heel eenvoudig. Je zou deze envelopjes bijvoorbeeld ook uit een tijdschrift kunnen knippen. Ik zie ook vaak dat inderdaad mensen tijdschriften, voor mij hebben ze ook een tijdje terug bij de HEMA malletjes gehad om envelopjes te maken. Kijk, dit is de basis van mijn sneeuwmeel. Ik maak een soort cadeautje, maak ik, dus ik vouw hem en ik plak de kanten dus vast met doorzichtig plakband. Het witte is de achterkant, zodat de binnenkant gekleurd is.
maak hem nog even stevig vast met het doorzichtige plakband. En hierdoor lijkt het op een klein cadeautje wat je uitpakt. Ik werk het plakband even mooi bij. Ik vouw hem nog even. En dan gaan we beginnen met opmaak. Hier gaan de kleine cadeautjes in om in te kleuren. En die plak ik aan de ene kant en het andere envelopje met de kaartjes en de tekst. Die komen aan de andere kant. Een lekker kopje thee erbij. Het pietje plak ik aan de bovenkant. De kleurtjes komen in het midden, die plak ik vast. Dan ga ik hem dichtvouwen, want de andere cadeautjes zijn te groot. Oh. Ik pak uit de flow, pak ik even inpakpapieren, daar gaan de andere cadeautjes in. De kleurplaat en de kraskaartjes. De sneeuwmul gaat erin. Ik pak het touw erbij. Dit touw komt ook bij de Action weg. En die vind je al in het kerstassortiment. Kijk, ik heb alle cadeautjes erbij in. Oh. Ik ga het pakje dichtvouwen. En zo wordt het een echt Sinterklaas cadeautje om uit te pakken. En als laatst de S van Sint plak ik er bovenop. En dan doe ik alles in een hele grote envelop. En binnenin de envelop zitten van die bubbeltjes. Deze enveloppen zijn ook verkrijgbaar bij de Action. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken naar deze video. En we zien elkaar weer heel snel bij een nieuwe creatieve video. En ik wens iedereen een fijne Sinterklaasavond.